Je bent genomineerd, waarvoor? Voor Als je eens wist, voor mijn documentaire over intrafamiliaal geweld, partnergeweld. Deel 2. Ja, deel 2. Ja. Het jaar daarvoor was over kindermishandeling. En nu ben ik bezig aan geweld van kinderen naar ouders toe. Er komt nog siblings, broers, zussen. En dan, maar dat mag ik eigenlijk niet verklappen, dus dat ga ik niet zeggen. Waarom zou jouw docu moeten winnen? Omdat het maatschappelijk zo relevant is. Omdat het zoveel teweeg brengt bij mensen die eindelijk in therapie gaan of eindelijk aan de slag gaan met hun trauma's. Omdat het mooi gemaakt is, sereen, zonder sensatie, zeer respectvol. Omdat het gewoon een heel bijzondere documentaire is die zelfs revolutionair is, want het is voor het eerst ook dat daar iets over gemaakt wordt. Dus dat is allemaal een reden om te winnen. Iets van fictie dat er nog zit aan te komen bij jou? Nee, ik ben nu echt bezig met schrijven, maar als die roman goed aanslaagt, dan wil ik die wel verfilmen ook nog. Dus, we'll see. Cinema.